Het volgende product wat ik heb uitgepakt vind ik niet zo leuk. En hier zitten twee producten in. Dus deze lipkleur ain't it. Ziet er zo cheap uit. Voordat ik ineens weer naar de hel word gestuurd. Ik wist niet dat er twee verschillende waren. Leuk om te zien, maar niks voor mij. Je moet ervan houden. En als je er niet van houdt, ja, dan niet. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. What's going on peeps? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En zoals jullie kunnen zien ga ik vandaag weer een adventskalender unboxen. Even een disclaimer, dit is dus het eerste jaar waarbij ik adventkalenders ga unboxen. Het is dus allemaal nieuw voor mij. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten, want deze dingen heb ik ook nooit gekocht voor mezelf back in the days. Maar voor alles is een eerste keer. Oké. Oh my god, I love deze vibe. Het zijn allemaal bomen. Sommige adventskalenders hebben dus maar 12 hokjes, maar deze heeft er dus 24. Dat is al een enorme pluspunt. Ik heb voor deze adventskalender €200 betaald en het belooft een waarde van 485. Ik heb de camera een stukje naar achter gezet, zodat je de adventskalender wat beter kunt zien. Dit is dus de adventskalender en we beginnen maar gewoon bij dag 1. Oeh, je gaat me niet vertellen dat dit mascara is. Je gaat me niet vertellen. Oh my god, het is mascara! Ik ben echt een mascara freak. Ik heb zoveel mascara's. De helft is daarentegen wel uitgedroogd, maar deze kan er echt makkelijk bij. Vakje 1 hebben we gehad. We gaan nu naar vakje 2. Het is een soort van glinsterachtige lipgloss. Het is bruinachtig, maar het geeft niet zo heel veel bruine tinten af zoals je kunt zien. Het is eigenlijk denk ik vooral bedoeld om een soort van glitterlaagje achter te laten. Dit product en het vorige product waren dus geen travel sizes, dus daar ben ik al mega blij mee, want die travel sizes, dat komt ook mijn strot uit. I love it. Ik zie nu wel dat er staat MAC Lip Gloss. Niet gloss, nee gloss. Vakje nummer 3. Powder Kiss Liquid Lip Color. En niet in een travel size. Voor de mensen die trouwens niet begrijpen wat ik bedoel met travel size. Bij de Charlotte Tilbury adventskalender. Ik weet niet of die al online is gekomen trouwens. Maar dan weet je dat in ieder geval. Voor die adventskalender heb ik precies €200 betaald. En het was een waarde van €287. Niet, net niet €300 in ieder geval. En ik kreeg alleen maar travel sizes. En het waren maar 12 vakjes. Number of four. Prep Plus Prime. Het ruikt lekker. Het glinstert een beetje. Het ziet er heel clean uit. We gaan er best wel snel doorheen. Maar dat komt gewoon omdat ik mega excited ben. Ik wil steeds het volgende vakje open. En daarom ben ik niet goed voor deze dingen. Want ik ga nooit vanaf dag 1 tot en met dag 24 van december of 25. Ik weet het niet eens. Per dag 1 vakje openen. Wie doet dat trouwens überhaupt? Volgende. Het is weer een lip gloss. Er staat weer gloss. Het heeft eigenlijk een gewone applicator zoals je kunt zien. Oeh, hij is wel sticky. Love it. Tot nu toe ben ik wel echt tevreden over deze MAC Cosmetics adventskalender. We zijn bij dag nummer 6. En eens even kijken. Oh, dat is deze. Het volgende product wat ik heb uitgepakt vind ik niet zo leuk. Ik zie hier een eyeliner. Ik ben geen fan van eyeliners. Ik kan al vanaf jongs af aan geen wing maken. En al mijn vriendinnen toen de tijd konden dat wel. Dus ik heb er een klein beetje een trauma aan overgehouden. Ik ben ook niet echt een oogmake-up liefhebber. Maar wings en eyeshadow en zo. Als je me met zoiets ziet, dan is het gewoon een speciale dag. Nummer 7 is precies naast de nummer 6. Dus dat is easy. En hier zitten twee producten in. Oh nee. Ik begon zomaar voor niks blij te doen. Ik dacht dat ik twee producten zag, maar het was gewoon gebogen. Had hij nog open? Eyeliner potlood. Het is een zilveren, daar moet je wel van houden. Ik hou er niet van. En deze is toch wel echt perfect gemaakt voor de feestdagen. We gaan naar vakje nummer 8. Oeh, dit ding is best wel zwaar. Oké, dan! Dit is wat ik bedoel. Is het een goede kleur? Het is geen goede kleur. Dit is denk ik een soort van roze-paarsachtig. Maar deze kleur moet je gewoon echt staan. En ik ben donker, zoals je kunt zien. Ik heb niet mega grote lippen, zoals je kunt zien. Dus deze lipkleur ain't it. Maar ik vind wel dat MAC Cosmetics wel eventjes een applausje verdient. Omdat ze niet alleen maar travel sizes hebben. En dit is shade naar Charlotte. Ik denk dat ik iemand anders wel blij kan maken met deze lipkleur. Maar voor mij is het niet, nee. Nummer 9 is een spiegeltje. Het kan handig zijn, maar die made in China, dat hadden ze wel echt weg kunnen laten. Volgens mij kun je die China op het spiegeltje zelf wel eraf halen, maar het ziet er zo cheap uit. Nummer 10 is een klein pakje. Als ik het zo voel, denk ik dat het weer een lipproduct is. En zoals ik dacht, is het weer een lipstick in de kleur... Oh, deze is wat meer nude. En ik zie dus wel dat het een matte lipstick is, maar dat kan je natuurlijk altijd wel een beetje upspicen met een goede lipgloss. Nummer 11 is waar...
Where are you at, ho? Ik kan me dit vormpje nog herinneren. Dit was dan niet de kleur, ik had een andere kleur. Maar dit was een van mijn allereerste concealers ooit. En deze verpakking geeft me gewoon gelijk een flashback. Dit is dus oogschaduw in een donker kleurtje. Net niet bruin, denk ik. Maar dit is dus ook eigenlijk een normale size. Gewoon prima voor oogschaduw. 12! Deze is wat groter en ook wat zwaarder. Dit voelt eigenlijk meer als een steen. Ik heb, om eerlijk te zijn, geen idee wat het is. Maar ik vind het potje wel echt heel erg mooi. Ik heb het even opgezocht, maar het is dus eyeshadow in een soort van peachy-achtige kleur. Nou, ik ga hem dus niet als eyeshadow gebruiken. Ik denk dat ik hem eerder als een blush zou gebruiken. Deze is normaal gesproken in de winkel zo'n 30 euro. Nummer 13, mijn geluksgetal. Grapje. Voordat ik ineens weer naar de hel word gestuurd. Oh, dit is dus een Skin Canvas Balm. Gewoon in het Nederlands betekent dat een hydraterende crème. Ik weet niet of er parfum in zit. Het ruikt op zich best wel lekker. Maar mijn huid is echt gevoelig als het gaat om parfumachtige crèmes. En er zit in ieder geval wel hyaluronzuur in. Met deze travel size kan ik wel mee leven. Nummer 14 is een lang dingetje. En het is een lip gloss. Ik zie dus dat het een paarse is. En jullie weten van mij, ik hou niet van roze of paars of zo op mijn lippen. Niet mijn ding. Maar misschien vinden jullie het wel leuk. Dus misschien geef ik wel een winactie of zo op Insta. Waarbij ik alle producten die ik dus niet gebruik, en het zijn een heleboel, ga weggeven aan een van jullie. Ik denk trouwens niet allemaal in één pakketje, want dat is een beetje stom als er maar één winnaar is. Waarschijnlijk zullen dat meerdere pakketjes zijn of zo. Maar volg me op Insta als je dus op de hoogte wilt blijven van deze winactie. 15. 15, where are you at? Dit is een lip pencil in de kleur Soir. Ik denk dat die best mooi kan zijn als je hem goed combineert. 16. Ik wist niet dat er twee verschillende waren. Deze is dus een soort van matte buitenkant. En dit is een glossachtige buitenkant. Betekent dat dus ook dat dit... Juist, een deze verpakking betekent dus waarschijnlijk dat het een matte lipstick is. En deze betekent dat het een glossig-achtige lipstick is. Ben je dus benieuwd naar de kleur? Dit is de 520 C Sheer Luster Glass Lipstick. We zijn bij 17. Oeh, I love deze verpakking. Spice World Powder Kiss. Volgens mij is het gewoon iets voor je lippen. MAC doet het hem wel echt hoor met die verpakkingen. I love it. Nummer 18. Weet je wat echt cool zou zijn? Als er een bedrijf zou zijn die... elke dag van het jaar een adventskalender heeft. Dus een adventskalender voor 365 dagen. Eerlijk, dat is toch keihard? Dat betekent dan ook dat je een jaar lang elke dag een cadeautje mag uitpakken. Dat is toch leuk? Dit is weer iets voor onder je ogen en het is in de kleur brun. Leuk om te zien, maar niks voor mij. Weet je wanneer je pas echt de bom bent als bedrijf zijnde met een adventskalender? Als er twee producten in één zo'n dingetje zat. Dan heb je voor mij gewonnen. Dit product is ook gekomen in een travel size en dit is een serumizer. Dit is dus eigenlijk een serum dat zorgt voor hydratatie. We zijn al bij 20, we zijn gewoon al bijna klaar. Besef je dat? Want ik besef het niet. En zoals ik al dacht, weer een lipproduct. Maar dit is dus niet een matte lipstick. Deze lipstick gaat een beetje de nude kant op. Maar ook wel een beetje de paarsige kant op. Het is wel een hele mooie lipstick. Maar ik denk niet voor mij. Ik vind de verpakking wel echt heel erg mooi. Ik vind die glans toch wel wat mooier dan die verpakking waarbij het dus mat is. En eerlijk is eerlijk, het ziet er gewoon classy uit. 21. Dit is weer een lippotlood in de kleur Whirl. Aparte naam. Deze lijkt wel een klein beetje op de vorige, maar ik denk dat deze een soort van moet matchen met de lipsticks. Je moet ervan houden. En als je er niet van houdt, ja, dan niet. Nummertje 22 is een eyeliner potlood. Deze kleur is wat meer koper slash goud. Maar ik denk dat deze kleur wel echt heel erg mooi gaat zijn tijdens de feestdagen. Nummer 23. Deze verpakking is weer anders dan die andere twee. Wat ik fijn vind is dat ze over het algemeen gewoon kleuren kiezen die een beetje voor iedereen over het algemeen wel mooi staat. En ik als black girl vind dat soms best wel moeilijk om... kleuren te vinden die mooi bij mij staan. Nummer 24 is ook nog eens een klein vakje. Zoals ik dacht is dit weer een eyeshadow. Dit is een beetje een licht roze-achtige kleur. De buitenkant van deze eyeshadow is trouwens ook wel anders vergeleken met die vorige eyeshadows. Deze verpakking is wel mooier om eerlijk te zijn. Oh my god, ik ben zo positief over deze adventskalender. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Normaal ben ik niet zo met de beautyproducten en vooral als iemand het voor mij kiest. Maar MAC, je hebt me echt niet teleurgesteld man. Echt totaal niet. En bam! Zo kan je hem makkelijk opbergen. Vonden jullie deze aflevering nou leuk? Vergeet dan zeker niet even te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En laat me ook even weten in de comments welke adventskalender ik de volgende keer moet unboxen. Ik zie jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe video. Doei!